Hashtag ontroerd, door Veerle Nijs. Lezen maakt een mens empathisch. De wetenschap weet het al langer en de boekenjagers zijn daar het beste bewijs van. In de afgelopen vijf jaar heb ik namelijk al verschillende keren mijn zakdoek mogen bovenhalen door de vele warme en ontroerende reacties en berichtjes op de groep. Toegegeven, ik ben sowieso een echte huilenbalk, maar toch, oordeelt u zelf. Het was begin 2017. De vluchtelingencrisis overheerste het nieuws en onze gedachten. De term gelukzoeker werd iets negatiefs en de berichten op sociale media werden haatdragend. En toen leerden we Malek E kennen, een vluchteling. Met de zonnekindjes die hij ergens op de kop had getikt, oefende hij zijn Nederlands omdat hij na een tijdje toe was aan een moeilijker leesniveau, had hij zijn zonnekindjes niet meer nodig. Hij dropte ze stelselmatig over heel Zelen. De boekenjagers bestonden nog niet zo lang en dus wist ik nog niet hoe solidair de groep kon zijn. Tal van mensen boden Malik eenvoudig geschreven boeken aan en prezen hem voor de moeite die hij deed om onze taal te leren. Solidariteit zou een constante blijken in de jaren die volgden. Hetzelfde overkwam Serafina M. Zij schreef Ik heb dit boek in Rivierenhof twee maanden geleden gevonden. Ik kende Boekjager niet. Ik ben nu Vlaams aan het leren dankzij dit boek. En Guillaume V. meldde Ik help als vrijwilliger kinderen van vluchtelingen met hun huiswerk en gebruik leuke kinderboeken om voor te lezen. Dat zijn altijd intens mooie momenten. Het gevonden boek zal dus zeker van pas komen. Ik vertel het binnenkort aan Jonathan, een jongen gevlucht uit Eritrea. Ik denk dat het echt een boek voor hem is. Ook Serafina en Guillain werden overstelpt met aangeboden boeken. Het verhaal van Anonympje maakte ook erg veel meelevende reacties los. Ze stuurde mij volgend privébericht: Ik ben een meisje van 16 en heb een redelijk zware leerstoornis. Doordat ik veel lees, heb ik daar steeds minder last van. Ik ben iemand die, eens ik in een boek begin, daar helemaal ingruip en alles om me heen vergeet. Ik heb zelf veel tegenslag gehad de laatste jaren. Problemen met hobby's, pesterijen, ruzie thuis, geen vrienden. Ik vlucht regelmatig weg in mijn eigen fantasiewereldje. Ik heb namelijk een wijde fantasie en zie alles wat ik lees helder voor me. Ik zet me in de plaats van de hoofdpersonages en ik leef zo hard mee dat ik regelmatig zit te wenen door bepaalde fragmenten. Met de ellende die ik in de echte wereld meemaak, is de boekenwereld een plek waar ik naartoe kan vluchten, mijn veilige oord. Nu is het zo dat ik een ruzie had met mijn vader en hij naar me riep, Weet je, blijf jij maar wat rondwalen in die fantasiewereld van jou. Maar neem het van me aan dat er later niets van jou gaat komen. Ik vroeg me nu af hoe de andere lezers daarover denken, omdat ik zelf vind dat ik juist beter leer omgaan met gebeurtenissen door de boeken. Vinden jullie het goed dat ik bijna altijd aan het lezen ben en zo vlucht van alle ellende? Of vinden jullie dat ik toch iets meer in de realiteit moet gaan leven om later na mijn schoolperiode goed met dingen te kunnen omgaan? Wat volgde was niet een golf, maar een hele tsunami aan reacties. Bijna 300 mensen reageerden, allemaal met hun eigen mening en warme stembetuigingen. Geen enkele negatieve of aanstootgevende reactie. Waar vind je dit nog op Facebook? Verscheidene mensen vroegen hoe ze met haar in contact konden komen, en er was zelfs een psycholoog die gratis haar diensten aanbood. De boekjagers ten voeten uit. Maar het verhaal dat me het meest is bijgebleven is dat van Verena H. Dit postte ze eind 2018. Iets meer dan een maand geleden hoorde ik op de radio bij de madame het verhaal over de boekenjagers en het zwerfboek. Mooi initiatief, dacht ik nog. Toeval bestaat niet, zegt men. Maar wil het er toch om doen, zeker dat ik op de struik van de Aldi een zakje vind? Zelf ben ik geen echte lezer, maar ik wou het ook niet zomaar achterlaten. Door omstandigheden, zie foto 2, kom ik er niet aan toe om het te lezen. Ik hap even naar adem als ik zie dat ze met foto 2 het recente graf van haar zoon bedoelt. Ik zal het terug laten zwerven op de plaats van foto 2 onder een bankje waar ik nu elke dag ga om naar mijn zoon te kijken. Misschien een beetje een triestige plaats, maar ik zou zo graag een bericht lezen bij de laatste rustplaats van mijn zoon. Waar het momenteel nog vol verse bloemen ligt, en een krans met handjes van Axel, zijn dochtertje. Veel leesplezier aan de vinder. Daar waren we met zijn 36.000 even stil van. Na een hele hoop meelevende berichten zochten verscheidene boekenjagers uit de streek het bankje op om er een boek achter te laten met een boodschap voor Verena. De Boekenjagers is echt zo'n plaats waar je geloof in de mensheid wordt hersteld.